Maxime Meiland, de charmante dochter van het extravagante televisiekoppel Martin en Erika, wordt vaak betrokken bij lucratieve projecten. Het lijkt er echter op dat ze zich misschien wat heeft verslikt in een financiële uitdaging, want haar peperdure villa staat al maandenlang te koop. De afgelopen tijd is een ware achtbaan geweest voor Maxime Meiland. Ze stapte in het huwelijksbootje met haar vriend Leroy, verwelkomde een tweede kind en bracht ook nog eens een veelbesproken biografie uit. Ondertussen ruilde het stel hun huizen in voor steeds grotere, luxueuzere exemplaren. Echter, lijken ze nu vast te zitten met een kostbare villa die maar niet van eigenaar wil wisselen. Vorig jaar investeerden Maxime en Leroy ruim 2 miljoen euro in een Riante villa. Al snel volgden echter klachten over de hoge maandelijkse lasten en het gemis van ouderlijke hulp bij het onderhoud van de tuin door Martin en Erika. Maxime, slim als ze is. Benut haar privéleven handig door via Instagram van alles en nog wat te promoten. Er wordt gefluisterd dat ze zo'n 14.000 euro per maand kwijt is aan het huis, wat betekent dat ze heel wat haar groeimiddeltjes en afslankteetjes moet aanprijzen om de kosten te dekken. De villa staat nu al enige tijd te koop en lokale vastgoedexperts voorspellen dat het stel wellicht verlies zal moeten incasseren bij de verkoop. Ondanks deze tegenslag bereiden Maxime en Leroy zich wel voor op de toekomst. Samen met Martin en Erika hebben ze een stuk land gekocht waarop elk gezin zijn eigen villa laat bouwen. Het Meilandgoed wordt naar verwachting in 2025 voltooid. Dankzij alle bouw- en klusprojecten blijft er voldoende materiaal ontstaan voor een nieuw seizoen van Chateau Meiland, wat uiteraard goed nieuws is voor de portemonnee van Maxime. Binnenkort zijn de Meilandjes weer te zien in Château Meiland Vips. BN'ers zoals Caroline van der Plas en John de Bever zullen het pension van Martin en Erika bezoeken gezamenlijk uitjes maken en hopelijk boeiende gesprekken voeren. De eerste aflevering van Chateau Meiland Vips is te zien vanaf maandag 26 februari op SBS 6 vanaf 20.30 uur. 30.